We maken even een klein uitstapje naar onze directe buren op een steenworp afstand van Luttelgeest en Band. Want in Kuinderen is de supermarkt er plotseling mee gestopt. En slager André Mulder, die zijn winkel met de supermarkt deelt, is totaal overrompeld. Je hoort een bijdrage van onze collega's van RTV Oost. Haaskarbonaadjes moet nog in de toma. Ik ben 63 en ik ben als 15-jarige begonnen. Dus dat is al een heleboel jaren. Anders hebben jullie. 23,70. Slager André Mulder zit in dezelfde ruimte als de supermarkt in Kuinderen. Maar die is sinds een paar dagen dicht. Nog een week eerder dan gepland. Een aderlating voor het dorp en ook een flinke klap voor André. Ja, dat is niet leuk. Dan zak je de boel de voeten. Grond onder je voeten vandaan. Ja, dat is niet leuk. Kan ik zeggen. Daar slaap je iets minder van. Toch wel minder. Want als ze toch naar Emmeloord moeten voor een voor boodschappen, dan gaan ze ook pakken ze misschien ook wat vlees mee. En dan komen ze niet bij mij. Ja. En dat is wel wat zorgelijk natuurlijk. Het is ook nog steeds wel echt het gesprek van de dag. Iedere klant die binnenkomt, die zegt er wel wat over. Iedereen die zegt wat een trieste boel en wat een troosteloze boel. En ja, dat is dat gaat de hele dag door. En de hele week al. Ja, jullie hebben gezegd, wij gaan door. Ja. Maar kan je door blijven gaan? Ja, maar, ik hoop echt dat er snel weer iemand inkomt. En anders? Ja, dan moeten we maar kijken hoe het komt. Als het niet meer kan, dan kan het niet meer. Dan houdt het op. Ja. Ach, moed verloren is alles verloren, hè? Dus we gaan proberen door te zetten. Ja, dat was een zeer geëmotioneerde André Mulder, de slager uit Kuinderen. Wat natuurlijk echt hier op de provinciegrens ligt. Het supermarkt waarin hij ook zijn zaken heeft, de slagerij, die is dus zomaar dicht gegaan. De vraag is of er een nieuwe uitbater te vinden is. En André Mulder hoopt dat er misschien een filiaal in de buurt van een andere supermarkt denkt, hey, ik open daar gewoon een tweede.